Vandaag gaan we het hebben over Skoda. En eigenlijk moet je Skoda zeggen in het Tsjechs en het Slovaaks. Wisten jullie trouwens dat Skoda de op 5 na oudste autofabrikant ter wereld is die nog steeds auto's produceert? En daarnaast is het het meest winstgevende onderdeel binnen de gehele Volkswagen groep na Porsche. En vandaag ga ik rijden met deze Skoda 105S, gebouwd in 1988 in een land dat destijds nog Tsjechoslowakije heette. Hoe het is om te rijden met deze Skoda met de motor aan de achterzijde, daar ga ik jullie vandaag alles over vertellen in deze review. Laten we beginnen! Dus de Skoda 105S en die werd als eerste geïntroduceerd in 1976 en formeel heette dat de 742 serie. En de S staat niet voor sport, maar staat voor standaard en ondanks dat zijn deze exportversies nog heel wat luxer dan de bare bone versie zoals die destijds geleverd werd in Tsjechoslowakije. En eigenlijk had Skoda het idee om als opvolger van de 100-serie een compleet nieuw concept te presenteren, namelijk een dwarsgeplaatste, voorwiel aangedreven platform. Maar daarvoor had men toestemming nodig vanuit Moskou. Dus Skoda ging naar Moskou, legde uit wat zij van plan waren en Moskou zei niet. En de reden daarvan was dat daarmee de Skoda een innovatiever, nieuwe platform zou zijn dan wat de Russen dan ook op dat moment en in de toekomst gingen produceren. Dus de opdracht was, werk met wat je hebt, feitelijk een doorontwikkeling van die eerste 100-serie. Dus dat resulteerde in een platform met de motor geplaatst in de achterzijde zoals de vorige serie ook was. En die was watergekoeld, dus niet alleen luchtgekoeld zoals bij een Käfer of een Porsche, maar die was watergekoeld. Maar de motor zat dus achterin en dat betreft een 4-cilinder lijnmotor. En die is qua cilinderinhoud, zoals de type duiding aangeeft, iets meer dan 1 liter. Er was ook een 120 en dat was dus een 1,2 liter 4-cilinder motor. Ja, en die motor die levert in deze variant 46 pk en rond de 75 Nm koppel. En ja, nou, dat was in die tijd gewoon hoe het was, hè. Ah, weet je, dat is natuurlijk niet snel. In die tijd had men het in de folder over de pittige motor. Nou, weet je, daar kun je natuurlijk van mening over wisselen. En in deze tijd is dat natuurlijk geen vergelijking. Maar ja, voor die tijd hadden auto's gewoon een veel minder vermogen. Maar weet je, het rijdt gewoon prima zo op die binnenweggetjes, moet ik zeggen. En om die motor passend te maken, ligt die ietsjes onder een hoek. Ja, en had natuurlijk achterwielaandrijving. Ja, en een hele hoop auto's in die tijd hadden natuurlijk zo'n layout, hè. Denk aan NSU, maar natuurlijk ook Käfers. En dus ook de Skoda. Ja, en hoe rijdt dat? Nou ja, dat geeft natuurlijk een bepaalde rijdynamiek, hè, dat gewicht achterin. Maar goed, dat geldt eigenlijk voor al die auto's. Dat gold ook voor een Porsche in die tijd. En toen was er natuurlijk wat commentaar over het rijden op de limit. Maar dan denk ik bij mezelf, wie rijdt er nou een Skoda familieauto op de limit? En ten tweede, alles wat zoveel gewicht achterin heeft, is op de limit. Gewoon een klein beetje tricky. En dat gold natuurlijk ook wel enigszins voor de Skoda. Maar ik moet zeggen dat als ik er zo mee rijd, voelt het als een bijzonder lichte, wendbare, prettige, comfortabele auto. Ik had verwacht dat het wellicht heel erg zou rammelen. Hè? Dat is natuurlijk altijd een beetje het imago dat ons in het Westen in die tijd verteld werd. Maar het valt echt enorm mee. Het is een soepele, fijne, comfortabele auto. Ja, en die motor is gekoppeld aan een 4-versnellingen handbak. En ik moet zeggen dat een veel preciezere bak is dan dat ik verwacht had. Heel mooi smal pookje, ligt fijn in de hand. Ja, dat is natuurlijk een bak gebouwd in een tijd dat je iets meer mechanische sympathie moest hebben dan tegenwoordig. Desalniettemin voelt het prima precies. En
Als je dat een beetje rustig doet, dan schakelt hij hartstikke mooi en soepel. Zeker met een klein beetje tussengas. Dus dat is eigenlijk helemaal prima. Ja, en de interieuruitrusting in die tijd was natuurlijk een stuk Spartaanser dan dat we tegenwoordig gewend zijn. Hè? Maar desalniettemin had deze exportversie, zoals ik al zei, heel wat meer opties dan de standaardversie. Denk bijvoorbeeld aan prachtige stoffen matten, waar een hoop auto's in die tijd natuurlijk standaard rubbermatten hadden. Wat natuurlijk ook wel te begrijpen is in het klimaat van een hoop sneeuw en zout, en is het gewoon veel prettiger om rubbermatten te hebben. Zaten hier al prachtige stoffen matten in. Nou, daarnaast zat er een prachtige digitale bandteller in. Rembekrachtiging zat erop, een gelagerde voorruit en een verwarmde achterruit. En natuurlijk hoofdsteunen, dat was ook een optie. En wat me ook opviel is dat naast de stoelen zit een prachtig mooi afdekplaatje, zodat je niet recht in die rails kijkt. Dus dat vond ik nog best wel, was wel luxe voor die tijd eigenlijk. Ja, en zelfs zaten er al driepuntsgordel in, en dat was ook iets dat de standaardversies in Tsjechië niet hadden. En daarnaast ook een armsteun op de deur, waar het bij de Tsjechische versies touwtjes waren, had de exportversie een steun voor je elleboog. Hoe mooi! Wat mij daarnaast ook opvalt is dat de stoelen eigenlijk prima zitten. Ik bedoel, er zitten van die lekkere, comfortabele, grote veren in. Ja, ik vind dat echt helemaal niet verkeerd zitten, moet ik zeggen. Nou, dan met betrekking tot het exterieur. Ja, er zaten ook een aantal opties op in die tijd die ik best wel kan begrijpen. Zoals een optionele toerenteller en een extra oliekoeler. Maar ook een aantal exterieuropties die wel opvallen. Denk bijvoorbeeld aan een tweede spiegel. Dan zaten er 13-inch velgen op met remschijven aan de voorzijde met klauwen en aan de achterzijde trommelremmen. En als ultieme optie had je natuurlijk die prachtige jaloezieën op de achterruit. En dat is natuurlijk 100% badass. Dat natuurlijk wel. En doet me een beetje denken aan de DeLorean DMC-12, want die had dat natuurlijk ook. Ja, en het stuurgevoel is redelijk licht. Er zat natuurlijk absoluut geen stuurbekrachtiging op in die tijd. Maar goed, de auto's waren natuurlijk ook een stuk lichter in die tijd. Deze auto weegt nog geen ton. 902 kilo om precies te zijn. Dus dat is natuurlijk ook een heel stuk minder dan auto's tegenwoordig. En dat voel je ook als je dit maar rijdt. Auto's waren gewoon veel lichtvoetiger in die tijd, omdat ze gewoon een heel stuk lichter waren. Ja, en ook met wegrijden moet ik zeggen. Koppeling pakt zo mooi rustig op. Dat heeft toch met gewicht te maken, denk ik. Ja, en daarnaast is die kleur natuurlijk fantastisch mooi. Ik moet zeggen dat ik vind dat zo'n ontzettend aparte kleur. En staat zo ontzettend mooi op deze auto. Ik ben er echt helemaal fan van. Ja, dan qua ophanging. Zitten rondom vier veren en de schokbrekers op. Met achter pendelarmpjes aan de achterzijde. Ja, en het is echt niet zo dat ik nou op de limit ga rijden om te kijken of die kritiek in die tijd terecht was. Want nogmaals, ik vind het geheel onnodig om met zo'n auto zo op de limit te gaan rijden. Het is natuurlijk gebouwd als familieauto, hè? Dus het moet ook op wat minder begaanbare wegen gewoon comfortabel en goed rijden. Ja, wat mij betreft doet het dat prima. Ja, en deze auto had in die tijd natuurlijk al wat we tegenwoordig een frunk noemen. Zit natuurlijk aan de voorzijde, want de motor zit achterin. En die reserveband die zit daaronder op een manier dat je niet alle bagage uit hoeft te laden als je de reserveband nodig hebt. En daarnaast zat er achter de achterbank wat extra ruimte voor koffers. En daar zit ook de accu geplaatst. Ja, en dit is toch ook weer een auto die me gewoon die typische glimlach geeft. Je kunt zo genieten van het rijden met zo'n auto, want het is geen auto voor 100.000 euro die gerestaureerd is voor een hoop geld. Waarin je denkt, iedere keer als er wat mee is of als je langs een auto rijdt, dat je gelijk zorgen maakt. Nee, je kan gewoon genieten van de beleving van zo'n oldtimer. En dat op een hele betaalbare manier. En dat geeft me gewoon een enorme glimlach op mijn gezicht. In 1990 kwam na 14 jaar het einde aan de productie van het type
742. En in het jaar daarna, in 1991, viel net voor de val van de Sovjet-Unie het Warschau-pact uit elkaar onder leiding van de president van Tsjechoslowakije. In datzelfde jaar nam Volkswagen Groep een belang van 30% in Skoda, waarna in 1992 vreedzaam Tsjechoslowakije uit elkaar viel in de Slovaakse Republiek en de Tsjechische Republiek. Het ongekende succes van Skoda kan niemand meer ontkennen. Dat merk van achter het ijzeren gordijn. En dat is iets waar zowel de Tsjechen als de Slovaken bijzonder trots op mogen zijn. Wil je nou meer van dit soort reviews zien? Like en subscribe op mijn kanaal. Vanuit het prachtige Utrecht, hartelijk dank en graag tot de volgende keer. Tot ziens. Nog een kleine quirk die ik vergeten was te vertellen. Het Super Plus pakket wat deze auto heeft, dat omvatte onder andere de sierlijst op de velg, de sierlijst aan de zijkant en natuurlijk het Skoda stickertje hier. En daarnaast was het zo dat de achterruit, die kon er niet open. Dus dat, geen slingertje, niks. Het is gewoon wat het is.